Dus mo John Bogo gelijk na DNA, waar dat ding bijna is geëscaleerd toen de minister aan het woord was. Minister Samsama, een paar mensen bijna. Maar naka, je weet, die mannen hebben een naambord toch? Met daarop Limburg, is dat weer hun naam. Bijna maar een paar mensen naka naambord Prita Batafra. Op een moment, ik denk dat ik voorzitter Charman zijn bij de vergadering, schreef hij skreekie. Want Parmeester vond de dingen die door de minister gezegd zijn ongepast. En hij heeft een punt van orde gevraagd. En toen hij dus geen punt van orde kreeg, begon hij te slaan op die tafel. Maar Amadim zegt van, je kan mij niet kwalijk nemen. Alles wat ik nu doe, ik moet die dingen betalen die jullie hebben veroorzaakt. Dat zegt, dat was de benadering van Ramadin. En dat heeft dus blijkbaar gezorgd voor irritatie. Laat ons even luisteren. En we mogen onze oogkleppen sluiten voor deze ontwikkeling. Maar we financieren op dit moment niet alleen vooruit, maar ook achteruit. We financieren vooruit en achteruit. Ik hoor hier, voorzitter, het lid Parmeester aangeven de dialysezorg. Toen ik in augustus 2020, het roer overnam, juli en augustus, de eerste rekening gepresenteerd kreeg van Nipro. Het bedrijf, welke al meer dan 16 jaar moet het zijn, dialyse, vloeistof, etc. levert aan de Surinaamse ziekenhuizen. En de rekening gepresenteerd kreeg van $850,000. Waarbij de informatie is en ook de brief naar mij is gekomen. Ik heb die brief hier niet bij me, misschien digitaal. Van als u niet betaalt in één keer, stop die hele dialysezorg, want uw rekeningen zijn langer dan een jaar oud. Dat is in augustus 2020. En dan is de rekening van 800.000, voorzitter, in september 2020 betaald. Voorzitter, ik heb in september 2020 hebben wij middelen gereserveerd. Vanwege het ministerie van Financiën is de overmaking gedaan naar het bedrijf. Lid Parmeester, wilt u de ruimte creëren dat ik, als u zo lawaai gaat maken en onbeleefd gaat zijn, dan is dat niet ook niet correct. Maar dat kunt u ook op een rustige toon. Heer minister, we gaan even moeten onderbreken. En lid Parmeester vraagt om een punt van orde, wordt dat ondersteund? Lid Parmeester, wat is er mis met de orde en welk ordevoorstel heeft u? Voorzitter, de minister heeft over diverse kriskras redeneringen. Lichtdagtarieven is een van de modellen om financiering voor de ziekenhuizen te waarborgen. De minister dient zich te vergewissen dat er ook andere modellen zijn waarmee gewerkt wordt. Goed, dank u wel. Voorzitter, niks met de orde te maken. Nee, voorzitter. Nee, lid Parmeester. Iedere keer als de minister mijn naam en het verliezen gaat, omdat hij niet kan antwoorden. Dank u wel. Lid Parmeester. Na 4 jaar kan hij de situatie gaan. Weet u hoeveel dat kost? Lid Parmeester, u verstoort de orde. Weet u dat hoeveel we over. Lid Parmeester. Nee. Dit is helemaal buiten de orde. U mag van mening verschillen, lid Parmeester, met de minister. Leden, we mogen van mening met elkaar, van elkaar verschillen. Het is op zich niet een probleem. Lid Parmeester, mag ik u vragen om de rust te bewaren? We hebben nog wat tijd om te vergaderen. Leden, kunnen we teruggaan naar de orde en de minister het woord verlenen, heer minister. Voorzitter, ik ga verder met de beantwoording, of laten we zeggen, de beargumentering, want ik moet wel de ruimte krijgen om mijn verhaal af te maken. En men moet niet emotioneel reageren. Het zijn feiten die ik hier presenteer. Het zijn feiten die ik hier presenteer. Leden, wat... U wil op leden, ik verdaag de vergadering. Amman, Parmeester Barjaman. Je moet een mancha in de affaire. Amman Barjaman, je moet een play tof toch.
Ay, mi caro, sorry. Ya, más claro, mi man. You want to play it off? Hey, será saliera. Será filio. Echt eruit kunnen. You want to play it off, talk? Ja, met Thaïs, wat is hier? De man vindt die laatste lesie was Doekina naar Brunswijk en Sommer en zo. Dat was ook zo afgaan, hoor. Maar mensen, dat ik voor zover kiezen die zie. Want toen klap op klap. we gaan er niet trots op zijn, natuurlijk. Maar dit ziet er niet goed uit.